Yeah, I want to be a serial killer. No. No, definitely not. Ask if anything seems more difficult. Medical show. Oh, I think my favorite. New Amsterdam. Vroeger keek ik Trauma Centrum. Criminal Minds or The Mentalist. Ik vind The Good Doctor altijd wel een hele leuke om te kijken. Scrubs. Scrubs. Those are really good shows. Ik wil later Dr. Cox zijn. Criminal Minds or Dexter, I think. Ik vind House een geweldige serie. Dr. House? Toen kwam Grey's Anatomy tevoorschijn. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Natuurlijk Grey's Anatomy. Natuurlijk kan je wat medische dingen leren van Grey's Anatomy, maar er staan ook heel veel dingen in die totaal niet kloppen. Absolutely not. Zero. Het slaat helemaal nergens op. Was het leven maar zo juicy als in Grey's Anatomy, maar dat is het echt niet. Totaal onethisch. Het is voornamelijk heel erg in de boeken en veel minder aan het lopen door het ziekenhuis. De studie zelf is vooral heel veel in de boeken. Niet zo'n dramatisch liefdesleven. A lot more math and a lot less entertaining. Dus het is veel broodje aap en het wordt lekker overdreven. Dat ze een uur bij een patiënt zaten en een heel levensverhaal eruit krijgen, en dat is in het echt niet zo. Zeg maar, je moet geluk hebben als een arts 5 minuten tijd voor je heeft als je ergens ligt. Het studentenleven gemixt met de bachelor lijkt het wel een beetje op, want er is heel veel gelachen en toch nog wel wat feesten door de medische kennis heen. Maar ik denk dat het aan het einde van de bachelor en naar de master toe gaat wel wat minder wordt, dus al wat serieuzer leven wordt. Dus ik denk dat je dan wel jammer genoeg een beetje daarvan afwijkt.